dit is een situatie die vaak voorkomt. Fietsen moeten dan afstappen blijkbaar, want het bord geeft aan, je mag niet verder. En dat is een van de problemen waar je als fietsers mee te maken hebt als je fietstochten maakt. En je dan is geconfronteerd met hier afstappen. We hebben gemerkt namelijk dat heel veel mensen die onze routeplanner gebruiken, dat die op een gegeven moment klagen dat ze vastlopen in de route. Terwijl wij niet weten dat die weg opgebroken is en zij daar staan. En zij rekenen erop dat zo'n routeplanner betrouwbaar is. Het gekke is namelijk dat als je een routeplanner hebt in de auto, die corrigeert zich automatisch. Dat wordt landelijk gedaan. Wij hebben met als Fietsersbond nu een enige 100 vrijwilligers in het land. Die houden elke week de routeplanner bij. Corrigeren die als wegen op een gegeven moment afgesloten raken, zullen zij dus de routeplanner aan laten passen door het landelijk bureau. Dankzij Traffic Service Nederland zijn we nu in staat al van tevoren al aan te kunnen geven welke routes de komende weken niet bereikbaar zijn. En waardoor je kunt voorkomen dat je misgaat. Wij hopen nu met de samenwerking met Traffic Service Nederland dat dat voorbij is. Iedereen die onze routeplanner gebruikt kan daardoor de weg goed vinden. En wij gaan vanuit dat zij ook de borden gaan plaatsen om mensen die geen routeplanner bij zich hebben goed de weg kunnen gaan vinden. Nu sta je ook bekend om het leggen van de stolpersteinen. Gaat dat dit jaar door? De stolpersteinen komen dit jaar in het najaar. Gaan we weer een ceremonie hebben in het gemeentehuis. Rond Kristallnacht. Ergens in, rond de bevrijdingsdag van Almelo, april, 12 april, gaan we wat stenen leggen. 20 stuks voor een aantal Joodse slachtoffers en een aantal verzetsslachtoffers. En dankzij de fietsenplanner van de Fietsenbond kan iedereen daar komen zonder omleiding. Ik ga ervan uit, zonder omleiding. Zonder omleiding, iedereen kan de weg vinden, dat is geen probleem. Ha ha ha.